Wat wil je met je leven doen? Geen enkel idee? Er zijn tal van mogelijkheden. Ja, oké. Het zetten van die eerste stap van de school of de universiteit naar het beroepsleven is moeilijk. Maar je moet gewoon weten waar en hoe je moet zoeken om goed van start te gaan. Misschien ben je zoals Peter. Wat is zijn verhaal? Wel, hij was 16 jaar toen hij in eigen land op zoek ging naar een baan. Wat hij echt nodig had, was informatie, begeleiding, opleidingsmogelijkheden en toegang tot werkgevers. Particuliere arbeidsbureaus en openbare diensten voor arbeidsvoorziening waren interessant voor hem. Openbare diensten voor arbeidsvoorziening zijn inderdaad nuttig als je op zoek bent naar online of telefonische hulp of via een walk-in kantoor. Hun netwerk bestaat uit meer dan 5000 kantoren in 31 Europese landen. Bovendien beschikken ze over een team van Euris-adviseurs die je kunnen helpen als je graag in een ander EU-land werkt. In dat geval lijk je meer op Gabriella, die als 18-jarige besloot om te gaan werken in het buitenland. Voor haar was je eerste Euris-baan de ideale oplossing, want dit project ondersteunt jongeren bij het vinden van een baan elders in Europa. Euris probeert het profiel van werkzoekenden af te stemmen op bestaande vacatures in bedrijven in andere landen, helpt bij het opstellen van sollicitatiebrieven en cv's, geeft sollicitatietips enzovoort. Het kan zelfs financiële steun geven bij een sollicitatiegesprek in of verhuizing naar het buitenland. Of misschien wil je niet heel je leven in dienst van iemand anders werken? Dan ben je zoals Sarah, die zichzelf al op 17-jarige leeftijd als ondernemer zag. Ze had al enkele fantastische ideeën voor haar eigen bedrijf. Maar eerst wilde ze vaardigheden verwerven en ervaring opdoen in het vak door te werken in een KMO, kleine en middelgrote onderneming, als springplank naar haar eigen bedrijf in de toekomst. Sarah ontdekte in eigen land enkele zeer nuttige programma's die ook op Europees niveau bestaan en die verschillende vormen van ondersteuning bieden, waaronder toegang tot potentiële werkgevers en financiële steun, zoals microfinanciering. Dat brengt ons terug bij jou. Ben je geïnteresseerd in de vele richtingen die je kan uitgaan? Goed, want de arbeidsmarkt in Europa is echt uit op jouw vaardigheden, ideeën en energie, ongeacht je achtergrond, ervaring of kwalificaties. Waar wacht je nog op? Aarzel niet en zet de eerste stap naar jouw toekomst. Je eerste baan ligt binnen je bereik.